Dag Janka. Dag Febe. Welkom bij mijn podcast Personal Branding met Febe en vandaag ook met Janka Vleerakker. Ik ben vereerd dat je tijd wil maken om even in mijn podcast te komen. Want we Dank je wel kennen voor de jou, uitnodiging. Ja. heel graag gedaan, we kennen jou als ik dat zo mag zeggen, prinses Prieeltje van Kulder Zipken. Dat is toch waar ik jou vooral van ken, want toen ik klein was, was jij heel vaak op televisie te zien. Maar ondertussen ben je ook geëvolueerd naar personal branding coach en heb je daar tal van dingen tussen gedaan. Dus laten we beginnen met jouw verhaal. Wat heeft jou gebracht waar je vandaag bent? Ja, laat ons zeggen dat die rol waarover je net spreekt, dat dat het begin van mijn carrière was. Hè? En dat die reeks ondertussen al 30 jaar heruitgezonden wordt. Dus als je spreekt over oude koeien, dat is er dan eentje. Niettemin heeft die rol er wel voor gezorgd dat ik een iconische rol heb vertolkt in de Vlaamse televisiegeschiedenis, die heel wat generaties heeft kunnen boeien en nog steeds. En dat ik nog altijd mensen mag tegenkomen van verschillende generaties, die toch een beetje beginnen te staren en te gniffelen als de prinses Prieeltje in het echt tegenkomen. En schrikken dat ze ook maar een normaal mens is en niet langer met krollen en een kleedje en een kroon rondloopt. Ja. Wat heb je daarna dan gedaan? Want ja, je hebt nu Ja. sinds enkele jaren ben je bezig als personal branding coach, of is dat al te ruim enkele jaren? Vertel. Ja. Ja, ik heb 30 jaar lang geacteerd, dus dat was mijn core business, om het zo te zeggen. Maar dat was nooit het enige wat ik deed, omdat ik daar niet in geloof. Ik ben iemand die naast hoogbegaafd ook iemand is die heel wat dingen voortdurend wil geprikkeld worden en nieuwe dingen wil ontdekken. Dus ik heb in mijn mediacarrière ook theaterstukken geschreven, geregisseerd, geproduced, voor televisie gewerkt, als acteur, als presentator. Voor films ook een Oscar-genomineerde film ingespeeld. Eigen radioprogramma's gehad op Clara en op Donna. Reportages gedraaid, heel wat beroemde mensen mogen ontmoeten en interviewen. En op een gegeven moment, en dat wist ik dat dat ging komen, op een gegeven moment dacht ik van ja, dit acteerverhaal is ten einde gelopen. Ik heb er geen zin meer in. Ik wil het ondernemerschap in. Dat was al jaren gaande, dat gevoel dat ik alles in eigen handen wilde nemen. En als je een acteur bent, dan ben je per definitie eigenlijk veel wachtende aan de telefoon, om het zo plat te zeggen. Echt een cliché. En wachten tot iemand jouw type, persoonlijkheid, acteertalent, looks nodig heeft voor een rol. En ja, ik ben dan ook nog eens een vrouw. En de vrouwenrollen waren in die tijd echt wel dun gezaaid. Nu is dat gebeterd, niettemin. Een vrouw van een certain age heeft het sowieso altijd moeilijker. Dus ik was die stap voordat die miserie mij zou overkomen. Ik dacht, salut, het was plezant, 30 jaar lang op televisie. Het was tof, maar nu ga ik iets anders doen. En ik heb de deur achter mij dichtgetrokken en ik heb nooit meer omgekeken. Integendeel, ik heb heel die rugzak hergebruikt. Al die ervaring gestoken in het gaan trainen en opleiden van ondernemers die iets te vertellen hebben. En dat is voor mij heel belangrijk. Ja, ik ben een storyteller van aard. Hè. Dat zit echt in mijn bloed. Dus ik wil ook ondernemers die een verhaal te vertellen, die een visie in de wereld willen zetten, die wil ik gaan begeleiden in hoe dat ze dat gaan doen. En dan is de brug van storytelling naar personal branding, van keynote spreken naar personal branding, is heel snel gemaakt. Voor mij, maar niet iedereen vindt dat, maar voor mij wel. Want pas als je een persoonlijkheid hebt, als je iets te vertellen hebt en de nodige dingen daarvoor doet, kan je ook dat personal brand gaan ontwikkelen en alles naar een next level gaan brengen. Ja, boeiend. Als er iemand jou nu de rol van je leven nog zou voorstellen, zou je dan resoluut nee zeggen? Wel, die vraag, dat is een van de meest voorkomende vragen die ik nu krijg. Ja. En ik krijg af en toe nog een vraag om te acteren en dus meestal zeg ik nee. Er is één rol waarvan ik nu al weet dat als ik hem zou aangeboden krijgen, waarvan ik denk dat ik het niet geloof, want het is eigenlijk een rol voor een jonger personage, dan is het Romy Bell van de boeken van Steven van Bellegem. Ja, ik Hij zag heeft op je drie story dat thrillers. je het laatste boek nog ontvangen hebt. Ja. Ja, hij heeft drie thrillers geschreven, tech-thrillers. En toen ik het eerste boek las, dacht ik van, haar wil ik zijn, haar wil ik spelen. Dat is de vrouw van mijn leven, om zo te zeggen. Ja. Fantastisch personage, slim, menselijk, met ethiek bezig. De wereld van, ja, net niet nu, maar net ook in die toekomst. Dingen die herkenbaar zijn, waar mensen zich mee moeten bezighouden. Drie keer fantastisch geschreven, die boeken. Dus ja, als ze daarmee afkomen, ik teken direct.
Echt waar. Ik zit hem zelf ook al te promoten bij productiehuizen om hem toch een film te krijgen. Maar dat is natuurlijk, ja, we zitten hier in Vlaanderen. Ze moeten Ja. klaar zijn voor zo'n verhalen. Oké, dus als ik de podcast deel op LinkedIn en ik tag Steven van Bellegem, wie weet wat er dan gebeurt. Ja, Steven zal in ieder geval heel blij zijn. Ja, maar ik gun het hem van harte. Hij heeft er heel, 3 mooie verhalen van gemaakt. Ja. Oké, dan ben je nu personal branding coach. En waar ik heel benieuwd ook naar ben, straks gaan we over naar inzichten over personal branding. Maar de vraag die ik mij stelde toen ik voor het eerst zag dat je ook bezig was met personal branding was, is het een troef of net een drempel dat je eigenlijk een bekend gezicht bent die nu naar ondernemer stapt? Ik denk, als ik voor mezelf mag spreken, voor mij zou dat misschien een drempel zijn, omdat ik denk van, dat gaat heel high level zijn bijvoorbeeld. Merk je dit ook of is het net een voordeel voor jou? Wacht, dus waarom zeg je dat het high level is voor jou? Waarom denk je dat? Het is een eigen belemmerende overtuiging natuurlijk die ik zou hebben als ik een BV uiteindelijk, of iemand die ik ken, omdat die gezegd, bekend gezicht heeft, als die zegt, ik coach ondernemers op vlak van personal branding, dan denk ik... En waarom zou dat een belemmering zijn? Omdat je als BV dat bij je ook niet heel... verwacht, hè? Als BV ben je ook heel succesvol geweest. En ja, of het kan misschien zou dat voor mij intimiderend zijn om met zo iemand dan als coach samen te werken. Dus dat jij mij zou coachen, dat zou misschien... Maar ja, kijk, dat ligt, dus we kijken even in de spiegel, dat ligt vooral aan mij. Dus ik ben gewoon heel benieuwd naar jouw ervaring. Welke reacties krijg je van de ondernemers die je contacteert om eventueel te coachen? Ja, het is een heel interessante reflectie die je maakt, hè, over jezelf als je in de spiegel kijkt. Hè. En dat, dit is ook een vraag die ik heel vaak krijg. Is het niet gemakkelijker als BV om personal branding te doen, aan te bieden? Dat is toch allemaal gemakkelijk, want het ligt er allemaal. Nu, eerste vraag is, waarom stel je je die vraag? Hè? Waarom ben je daar bang van? Hè? Waarom is het een excuus dat je jezelf wijs maakt om het voor jezelf makkelijker te maken. Goh, je hebt het gemakkelijk, want jij bent al, hè, een bekende dit en dat. Langs de andere kant, om bekend te worden, moet je ook wat doen. Ja, en er zijn heel makkelijke manieren om bekend te worden. Je moet maar in een schandaal stappen of in een Temptation Island-achtig programma gaan stappen. Wat mij betreft heb ik er een carrière van 30 jaar, bloed, zweet en tranen achter de rug. Ik heb een Master of Arts diploma. Ik heb hiervoor gewerkt. Ik heb een talent. Ik heb een expertise uitgebouwd, een vakmanschap ontwikkeld. En dat vakmanschap, dat heb ik heel hard uitgebreid. Ik heb meer dan 10.000 uren van elke discipline dat ik ken langs de voor- en de achterkant uitgevoerd. Dus ja, ik ben dan heel blij dat ik daar dan een beetje celebrity aan over kan houden. Maar bekendheid taant, hè. Zolang je met je kop niet meer op tv bent, taant die ook. En wat achterblijft, is jouw ervaring en je reputatie. Dus ja, ik vind het een heel... Ik vind het een vraag die heel veel zegt over de vraagsteller. Tuurlijk, ja, dat weet ik. Veel Ja. meer over de vraagsteller dan over mij. Niettemin begrijp ik waarom die vraag er komt. En zijn mensen soms geïntimideerd om met mij te werken? Dat zou kunnen, niet iedereen. Maar als je aan een personal brand wilt werken, als je thought leader wilt worden, dan moet je ook tegen wat kunnen. En moet je ook dat soort intimidatie aankunnen. Want ja, je wilt tenslotte ook ergens voor gaan. En je wil dat je coach verder staat dan waar jij staat. Dus als ik het pad al heb gelopen dat jij wil gaan bewandelen, dan kan je van mij leren. En als dat jou intimideert, dan ben je nog niet klaar om met iemand als ik te werken. Simpel. Ja. Dus het is ook een hele goede selectie. Simpel, Zeker. toch? Ja. 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 Dankjewel voor je constructieve antwoord. Dat is zeker, zeker waar. Nu, als mensen bij jou aankloppen voor personal branding, hoe ziet een traject of een samenwerking met jou er dan precies uit? Ja, dat hangt heel hard af van met wie ik in gesprek ben. Hè. Dus ga eerst heel hard kijken van wie heb ik hier voor mij en wat heeft die nodig? En heeft die überhaupt een personal brand nodig? Want het is niet omdat iedereen zegt dat je er één moet zijn of dat iedereen zegt dat je het eigenlijk al bent omdat je op LinkedIn aanwezig bent, dat het ook iets is waar je absoluut werk van moet maken. Ik ontmoet mensen waarvan ik denk van, houd je daar niet mee bezig? Dat is niks... Allee, ik zou niet weten waarom. Je mag, hè, maar waarom? Er moet veel meer van een drive, een drijfveer achter zitten. Een passie en een doel, een betekenis voor mij. Hè, als je met mij wil werken. Dus ik heb een heel duidelijke visie over met wie ik wil werken en waarom. Dat geldt natuurlijk niet voor iedere personal branding
professional. Ja. Als je met een LinkedIn-trainer zou werken, die is ook met personal branding bezig, maar die zal het vooral hebben over hoe profileer je je op LinkedIn, hoeveel posts schrijf je elke week, et cetera. Dat is een onderdeel, maar dat is voor mij niet waar personal branding in C om draait. Ja, het is veel Het gaat ruimer, hè? voor mij over veel meer, veel meer. En hoe sneller je dat beseft, hoe beter je de beslissing voor jezelf kan maken of je daar echt mee wil bezig zijn. Ja. Want dat vind ik iets dat, en dat vergeten mensen, hè. Ik refereer even terug naar jouw vraag rond je bent bekend, et cetera. Dat is allemaal niet zo, niet allemaal zo die roze geur en maneschijn, hè. Ik ben altijd heel slim geweest in hoe ik met pers omging. Soms ja, had ik daar zelf wel last van, omdat ik wel heel strikt was in wat ik communiceerde en wat niet. Daardoor had ik kansen die anderen hadden niet. Maar ik had ook het gedoe niet. Hè? Ja. En ik heb ook valkuilen weten te vermijden. En ik ben er eens in eentje getrapt, waarvan ik dacht, nu ga ik mijn mening echt uiten. En wop, ik heb de volle laag teruggekregen. Ik heb jarenlang op YouTube gezien dat een bepaald filmpje continu scoorde, terwijl ik voor één keer echt mijn mening had gezegd. Ik kreeg de volle laag terug. Dus Ja. Dat is iets wat je moet leren. Als je echt personal brand wil zijn, dan wil dat zeggen dat je ook klaar bent om je hoofd boven het maaiveld uit te steken. Ja, En hoge daar, bomen. daar komt toch wel wat voor- en nadelen bij. Ja, hoge Moet je bomen vangen tegenkunnen. altijd meer wind. Dus het is een Absoluut, risico om absoluut. naar buiten te komen, maar het brengt je ook Ja. heel veel. Ja. Je zegt dat mensen aan bepaalde criteria zouden moeten voldoen om te beslissen, ja, ik heb een personal brand nodig. Wat zijn zo van die zaken waarvan jij vindt, als je daarmee bezig bent of als dat jouw ambitie is, dan is een personal brand voor jou heel belangrijk? Ja, ik vind dat ze echt een persoonlijkheid moeten hebben. En wat ze nog niet hebben, kunnen ze dan wel misschien beter gaan vormen of gaan creëren. En dat is, er is personal development in personal branding. Heel veel personal development. Maar dat is altijd goed, altijd interessant. In personal branding ben ik echt op zoek naar persoonlijkheden. Dus ze moeten iets sterker zijn van mening, van karakter. Ik heb graag dat er een hoek af is, want een hoek af, dat is interessant. Dus ik ben op zoek naar mensen die een zeker controverse niet uit de weg gaan, die iets hebben waar dat je bij blijft hangen, of dat nu positief is of niet, moet iets zijn dat u als een velcro trekt. En als zij dat niet weten, dat is oké, maar ik moet het voelen en ik zie het direct. Ja. Dus ik kan in één gesprek al voelen van oké, daar zit een velcro waar ik achter wil blijven plakken. En dat heb je nodig, vind ik, om een sterk personal brand te worden. Ja. Dus een persoonlijkheid vind ik heel belangrijk. Ik zou zelfs willen zeggen dat ik niet bezig ben met personal branding, maar met personality branding. Een tweede ding dat ik belangrijk vind, en dat is eigenlijk altijd, zonder dat kan je het niet, dat is, je hebt een aantal vaardigheden nodig. Ik vind het belangrijk dat je als personal brand kan schrijven en kan spreken. Kan je dat niet, dan moet je bereid zijn van het te ontwikkelen. Je kan het spreken, ja, dat kan je uiteraard, dat kan jij alleen maar doen. Hoewel, zet er tegenwoordig een AI op en dan lukt dat ook. Maar het schrijven kan je heel snel uitbesteden. En ik vind dat je als personal brand en zeker als thought leader, want uiteindelijk is mijn doel thought leaders in de markt zetten, dat je in staat moet zijn om je ideeën en je gedachten en je visie helder te communiceren met je eigen pen. En dat er dan nog iemand bij te pas komt die je helpt en ondersteunt om volume te krijgen, so be it. Maar jij moet de eerste zijn die je kan schrijven, omdat het jouw visie en branding is. Dus dat zijn drie belangrijke skills. Schrijven en spreken. En een derde is denken. Ik vind dat een personal brand zijn denkvermogen moet kunnen vergroten. En nog meer vergroten en vermenigvuldigen als je een thought leader wil worden. Dus dan hebben we vaardigheden, we hebben personality. En dan is er ook nog charisma. Er moet een zeker charisma zijn in een personal brand. Als je niet iets hebt dat charismatisch is, dan ben je ook te oppervlakkig. Dus je hebt die hoek af. Hè, dat, die hoek af moet aantrekkelijk zijn. Ook al is het zoiets van, aantrekkelijk kan ook iets wat afstoten, maar het moet zoiets zijn van, je blijft terugkomen. Dat moet er zijn. En als die elementen, als je die in je hebt,
en je bent coachable om dat gaan te vergroten, oké, then we have a deal. Ja. Dan kunnen we aan de slag gaan. Ja. Mooi, veel diepgang. Ik vind het ook heel fijn dat je zegt van het is veel meer dan zichtbaar zijn online. Mm-hmm. Ook die persoonlijke ontwikkeling. Je zag het misschien voorbij komen, maar ik heb deze week een gids uitgebracht via LinkedIn en via andere kanalen over de 5 geboden volgens mij van personal branding. Omdat ik in mijn samenwerkingen zie ik altijd 5 fases voorbij komen. Dat is eerst jezelf ontdekken. Dus die persoonlijke ontwikkeling zit daar ook in. Dan jezelf kennen, je verhaal ook echt kunnen onder woorden brengen, dingen definiëren. Want veel ondernemers voelen van, ja, ik ben goed in mijn vak. Ik voel dat gewoon, maar ze kunnen niet pinpointen waarom precies. En daar ga ik graag mee naar op zoek, om dan te kijken, oké, hoe kunnen we onszelf laten zien? En daar stopt het dan ook niet. Dan blijf je werken aan jezelf, dat denkvermogen waar je het ook over hebt. Je blijft jezelf ontwikkelen. En vooral zelfliefde vind ik ook heel belangrijk. Ja. Dus dat gaat dan vooral over mindset. Het is heel moeilijk om naar buiten te komen en echt te geloven in je personal brand als je niet echt gelooft in jezelf. Of dat die zelfliefde niet groot genoeg is. Merk je dit ook soms bij ondernemers die je begeleidt? Ik vind het eigenlijk heel mooi hoe dat je... Ik zit al heel lang te zoeken naar een ander woord voor mindset. Ik ben echt zo beu als iets. Hè. Dat is zo plat, een platgetreden pad. En dat jij dat ook wel zelfliefde noemt. En dan denk ik van, misschien heeft dat daar echt wel mee te maken. Want het is uiteindelijk anders, alles op een andere manier gaan bekijken dat het jou kan dienen in plaats van tegenwerken. Mooi. Merk ik dat ook... Ja, ik vind die mindset ook ontzettend belangrijk. Hoewel dat ik soms denk van, alles is mindset tegenwoordig. Alles. Dus als je ergens wil beginnen, dan is het aan je mindset. Maar niet alles kan opgelost geraken met een mindset. Hè? Nee. Dus het is niet omdat je je belemmerende overtuigingen gaat onderzoeken en weet wat dat die zijn, dat het daarmee is gefixt. Het is niet om een klein stappenplannetje elke dag uit te voeren, dat je het daarmee jezelf voor de gek kan blijven houden in plaats van het echt radicaal te veranderen. Dus dat is wel zo. Dus ja, ik kom me tegen dat die mindset niet sterk genoeg is, dat die zelfliefde ook niet groot genoeg is, maar vooral die zelfkennis. Ik vind daar had ik deze week nog een... eigenlijk zelfs geen artikel. Ik had gewoon een foto van Pippi Langkous gepost en gezet van... haar quote van, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. En ik had gewoon erbij geschreven, I love this girl. En ja, direct reacties van, ik ook. En er was één iemand die... Enfin, ik kende de man, nog met hem samengewerkt. En die refereerde naar een artikel van Pedro de Bruikere, waarin hij zegt van, ja, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat het wel kan. Op wat slaat dan nu? Je kunt toch niet alles... He, zomaar gedaan hebben ook al. En dat dacht ik, van dat is een heel mooi voorbeeld van een mindset, hoe dat die ook verkeerd kan werken. Want effectief, er zijn mensen voor wie zo'n mindset als Pippi Langkous geeft, kan eerder een vertoon van ego zijn, overmoed. Maar eigenlijk zegt dat niets over de kwaliteit van het resultaat. En het is uiteindelijk dat wat telt. Ja. En ik denk dat vrouwen daar veel gevoeliger aan zijn dan mannen. Dat mannen zeggen, ja, ik kan dat wel. En dat vrouwen zeggen, ja, maar wacht, ik ga even checken of dat ik dat echt wel kan. En dan vervolgens ja zeggen. Met als gevolg dat ze hun kans op, whatever, promotie of missen. Dus je hebt enerzijds het ego en de overmoed van zo'n mindset die zichzelf wat wijs maakt. En in vandaag de dag, in al dat positivisme, dat je altijd maar positief en altijd maar... Is dat iets dat, waarvan ik denk van... Allee, rustig. Je moet zo niet overmoedig zijn. Ken jezelf. Je bent hier toen nog niet in staat. Don't fake it. Don't fake it until you make it, want je bent nu al niet meer authentiek. Ik doorzie je. En dan zijn er natuurlijk die mensen, die groep van mensen, die dat wij meer zouden mogen gebruiken. Van ja, zeg het maar. Je weet nog niet of dat je het kunt. Je kunt pas te weten komen als je het hebt gedaan. Dus probeer het op zijn minst. En ja, je moet altijd kijken wie gebruikt de quote. Hè? Wie gebruikt wat van de mindset droom om wat gedaan te krijgen. Ja, een thema dat bij mij ook veel aan bod komt als het dan gaat over mindset, is ook naast zelfliefde, zelfrelativering. ik herken ook veel perfectionisten
onder mijn coaches, maar het komt eerder niet uit het feit dat ze per se willen dat het perfect is, maar dat ze nog wat onzeker zijn om zichzelf te laten zien. Dus de drempel om soms die eerste LinkedIn-post te doen of die eerste workshop te organiseren of die eerste keer te gaan spreken, ja, die is soms wel groot. En dan zeg ik ook soms van, relativeer het ook een beetje. Content online is ook heel vluchtig. Ja, als er daar een keer een klein foutje in staat of een nuance die niet 100% juist overkomt. Ja, ja en dan ben jij nog vriendelijk. Want wat je zegt is waar. Maar ik vind dat je heel vriendelijk bent. Ik zeg dan eerder, je denkt toch niet dat er, ik weet niet hoeveel mensen uw post gaan gezien hebben. Ja, ja, dat zeg ik ook. Get real. Ja. Het is niet omdat je iets zegt dat het gehoord is in al het lawaai dat er is. Mm-hmm. Dus post vooral, denk er vooral niet te lang over na, maar doe het. Ja. En ga dan verbeteren. Trouwens, wat perfectionisme betreft, ik hoor al mijn hele leven lang dat ik een perfectionist ben. En ik heb dat altijd een heel raar gegeven gevonden. Ik ben helemaal geen perfectionist, helemaal niet. Als ik iets nieuw koop, dan is er binnen de kortste keren, koop ik een nieuwe jurk. Ik draag die één keer, er zit een vlek op. Hè. Er is dus altijd wel iets waardoor de zaken niet perfect zijn. Ik vind perfectionisme het saaiste wat er is. Dat interesseert mij niet en het interesseert niemand. Nee. Dus daar ben ik helemaal niet naar op zoek. Dus waarom zeggen dat mensen dan dat je perfectionistisch bent? Vaak omdat je een niveau hanteert dat zij zelf niet aankunnen. Ja, en waar zij zelf onzeker van worden. En dat vind ik heel belangrijk als men je dat verwijt, van niet direct in je zelfreflectie te gaan schieten en te gaan denken, wat doe ik mis? Oh, ik moet leren controle. Oh, dit is allemaal mijn schuld. Nee, ga eerst kijken. Wie zegt zo'n dingen? Ja, wie? zegt En waarom zeggen vaak zij iets. Die? En ga dan pas kijken of dat je dan iets met die commentaar aan kan. Ja, dat is klopt. Een raad dat ik aan iedere perfectionist in de wereld kan Ik kreeg geven. ook soms die opmerking. En ik ben er ondertussen ook achter dat dat vooral komt doordat ik... Ja, een bepaalde lat voor mezelf leg, die in andere mensen hun ogen vaak heel hoog is. Terwijl, ja, voor mij is dat... Ik vind dat ik ze nog te laag leg. Dus ik ben helemaal niet perfectionistisch. Natuurlijk. Nee, ik herken zeker wat dat je zegt. En om even terug te komen op wat je zei, niet iedereen ziet jouw post. Hè. Dat is een feit. Door de band, 10% van je connecties ziet jouw post op LinkedIn. Maar je hebt het voorbije jaar heel veel consistent gepost en daar recent ook cijfers over gedeeld die zeer indrukwekkend waren. Ja, Dus ik heb ja, ik ze hier schrok ook... er zelf van. Ja, kan ik geloven. Ik heb ze hier bij mij. Dus in 2022 heb je wekelijks één keer gepost? Of hoe Ja, vaak? maar pas op, de eerste helft was dan nog niet... Ik heb wel een paar keer gemist of zo, hè. Maar laat ons zeggen dat het de eerste keer in mijn leven was dat ik toch redelijk consistent één keer per week een post heb geplaatst. Ja. Ja. En dat heeft jou 950.000 views opgeleverd. Dat is immens, hè? Ja. Dat is heel veel. Meer dan 120.000 likes, 3.700 comments. Je zegt, ik ben er zelf van geschrokken. Ja. Maar welke inzichten heeft dit jou gegeven? Wel, dat wat iedereen altijd beweert, consistentie is belangrijk, dat dat dus effectief zo werkt. En dat je ook zo'n cliché dat ik wel vaker hoor, trust the process. Dat is voor zo'n ongeduldig iemand als ik een moeilijke. Dus dat is iets dat ik toch wekelijks een paar keer tegen mezelf moet zeggen. Trust the process, trust the process. maar dat is het ook wel. Wat mij vooral... er is een kantelpunt geweest in juni toen twee posts viraal gingen. Allee, ik noem dat Vlaams viraal. Dus ik moet dat ook wel relativeren. Ik denk, in Amerika betekent dat niks. Maar bon, na 3 uur 50.000 views, dacht ik van, wauw, wat heeft het algoritme... Allee, wat heb ik gedaan om het algoritme zo te pleasen dat dit gebeurd is? Maar dan is ineens alles beginnen veranderen. En dan heb ik beseft van, oké, ik moet van 1 naar 3 gaan of naar 5 en zien wat er dan allemaal gebeurt. En dat is een experiment. Dat vraagt energie, dat vraagt tijd, dat vraagt uw voelsprieten en uw brein dat altijd open moet staan om creatief en snel iets te schrijven. En dat is een training. Ik zie dat als een spier die je gewoon moet trainen en dan lukt dat dus, hè. Ja. Ja. Super, heel indrukwekkend. Die cijfers kan ik nog niet voorleggen, maar misschien met wat meer jaren op de teller dat wel zal lukken. Het kan snel gaan, hè? Het kan echt snel gaan. Ja. Ja.
Ik heb ook gekeken naar mijn post van het voorbije jaar. Ik ben ook relatief consistent aanwezig op LinkedIn, daarom niet op een vaste dag of zo, maar toch vaak 1 keer per week of 2 keer per week. En ik had ook een aantal posts met meer dan 10.000 views. Dat was voor mij al, dat was wel, en dat vond ik al goed. Ja. Ja, wel, bij mij is dat nu een gemiddelde. Ja, dat is zot, hè? Ja, Ja. dat Hoeveel is zot. connecties heb je op LinkedIn? Ik zit nu aan, denk ik, net geen 8000, 7800 en zoveel. Maar dus elke dag komt dat erbij. Ja, ja. Dat groeit ook exponentieel, hè? Ik zit nu aan Ja, ongeveer ineens, ja. 4000. En een keer dat je voorbij die 2000 bent, zie je wel Ja. dat dat mooi begint toe te Ja. nemen. Een vraag die veel van mijn coaches mij ook stellen, die niet per se internationaal actief zijn, maar om een of andere reden denken dat hun expertise delen veel meer impact heeft als ze het in het Engels doen. Wat niet per se waar is als zij Vlaamse klanten bedienen. Voor mij vergroot dat dan de drempel of maakt dat je minder toegankelijk. Ik zie jou ook soms switchen tussen Nederlands en Engels. Van waar die Ja. keuze, welke insteek Ja, hanteer ja. je? Ik doe het zelfs nog erger. Ik ga daar regelrecht tegen de stroom in. Zelfs mijn website is een combinatie van Engels en Nederlands. En elke keer weer krijg ik de commentaar van je moet één taal kiezen. En elke keer weer zegt men dan, ja, je moet Nederlands kiezen, want je bent bekend in België en in Nederland. Dus buit dat uit en zorg dat. En dus dat zijn de regels. Maar ik ben ik en ik ben daarin een Pippi Langkous. En ik doe mijn eigen zin. En is dat dan, dus dat wil ook zeggen dat ik op de blaren zal zitten als het niet lukt. Ja. Dat is gewoon wat ik. Maar ik experimenteer daarin. Ik ben daar niet consistent in. Dus ik heb de afgelopen maanden geprobeerd van alles in het Nederlands te doen. Ja, sinds vorige week is het weer om zeep. En ben Ja. ik weer in het Engels begonnen. Waarom? Omdat ik, ja, met dat hele verhaal van LinkedIn ben ik nieuwsgierig geworden naar wat gebeurt er nu als ik alles in het Engels zou doen? Want het is wel heel hard duidelijk dat je veel harder groeit op LinkedIn als dat je doel is. Door in het Engels te gaan posten, dan spreek je ineens van een veel groter bereik. En ik ben dan nieuwsgierig om dat dan te gaan ontdekken. Ik heb wel internationale klanten. Dus dat maakt natuurlijk ook dat ik echt met het dilemma zit. Ja. Ik heb mensen die mij contacteren omdat ze zeggen van ja, jij schrijft in het Engels. Dus wij willen jou engageren voor een opdracht in het Engels, als moderator, als spreker. Dus als ik dan kan aantonen via mijn website en mijn posts dat ik ook Engelstalig ben of Engels spreek, dan is dat een goede zet. Dus ik snap het dilemma. En Ja. je moet in principe, de regel zegt, je kijkt naar de markt die je wil bedienen. Maar experimenteren mag, hè? Ja. Maar experimenteren mag. En het past ook bij mij dat ik daarin zo contrair ben, of dat ik daarin mijn eigen wil een ding doe. Maar je moet ook zien of dat het ook bij jou past om zo, ja, Ja. daarin eigenwijs te zijn. Oké, super, dankjewel. Ik had nog een laatste vraag. Nee, ik heb er eigenlijk nog twee hier op mijn blad voor me liggen. Soms krijg ik, als ik spreek over personal branding, vragen mensen soms van, is dat dan een beetje zoals Donald Meulen van Dovi Keukens? Omdat die zo gekend is. Hè? Maar in mijn ogen is dat helemaal geen personal branding, want zoals dat we gezegd hebben, er zit daar zoveel meer onder. Onder personal branding, voor mij is dat meer puur marketing, pure PR. Als je het verschil zou moeten uitleggen tussen personal branding en PR, ja. Wat zou dan jouw definitie zijn van die twee zaken? PR zijn de acties die je onderneemt om in traditionele media, zelfs traditionele media is eigenlijk al, hè, want podcasts horen daarbij zijn, om te gast te zijn en te zien te zijn in andere media. Dus je eigen marketing tools horen daar dus niet bij. Mm-hmm. Wat er met Donald Muilen is gebeurd, dat was niet verwacht. Mm. Zij hadden gewoon gedacht van oké, we maken hier een spotje met die mensen en dat is dan authentiek. Maar ze hebben zelf niet kunnen inschatten wat het effect was van de manier waarop hij sprak. Want dat is helemaal niet zo goed. Hè? Mm-hmm. Dat is een beetje klungelig. En dat de man eruit ziet, hij staat daar ook klungelig. En het is, maar dat heeft zo tot de verbeelding gesproken. En dat heeft zoveel impact gehad. Deels uit een soort, met een
veel humor ontvangen, dat het is blijven hangen en dat het dus een ongelooflijke zet is geweest, marketingzet is geweest. En dat heeft van hem ook en zijn bedrijf ook iets extra gemaakt. Niemand gaat dat nog vergeten. En elke marketeer zou zo'n spot in de wereld willen zetten. Elk bedrijf zou zo'n gelukstreffer willen hebben. Maar ja, daarvoor moet je apart zijn, een velcro hebben, de hoek af en Donald Muilen heeft die. Ja. Maar je bent ermee akkoord dat het niet echt rond personal branding draait bij hem? Nee, dat is een toeval geweest. Het is gewoon een gelukstreffer geweest. Een goede marketing idee dat veel groter is uitgepakt dan de bedoeling was. Oké. Okay. Ja. Volgende keer als ik die vraag krijg, dan verwijs ik naar ons gesprek, zodat ik ook eens een andere mening of een andere inzichten kan delen. En dan tot slot, voordat we de opname starten, hadden we het over ja en nee zeggen op de juiste dingen. Dus je zei zelf van, ik kan eigenlijk heel goed nee zeggen. Ik vind dat ook iets heel belangrijk in personal branding. Dus als ik reflecteer met mijn coaches over hun merkidentiteit als personal brand dan, doe ik dat vooral omdat ze zich bewust zouden worden van dit is waar ik gelukkig van word, dit is waar ik goed in ben, dit is wat ik wil bereiken. Als iets dan niet in dat plaatje past, zou het niet zo moeilijk mogen zijn om nee te zeggen. Nee, dan kan je, als het niet een hell yes is, dan it's a if no. Ik ga het niet luid op zeggen. Hè. Maar hoe sta jij daar tegenover? Welke impact kan de juiste ja of nee hebben op je personal brand? Veel, hè. Als je de verkeerde keuzes maakt. Het kan goed uitpakken, maar het kan heel slecht uitpakken ook. En als dat het laatste het geval is, dan moet je opnieuw op de blaren zitten. Het probleem met nee zeggen is dat mensen bang zijn van te verliezen. En kiezen is verliezen. En elke keuze maakt dat je iets anders niet kan doen, dat je onwetend bent over de uitkomst van wat je hebt laten gaan. En dat is iets wat mensen niet aankunnen. Dat is een beetje FOMO, hè? Fear of missing out. Wat als ik dat niet zou, als ik dat gemist zou hebben? Heb ik zelf ook al nee gezegd op zaken waarvan ik achteraf dacht, amai niet. Ja. Ik heb hele mooie kansen laten schieten uit onwetendheid, maar omdat ik op dat moment niet genoeg gebriefd was, niet genoeg kennis had en eigenlijk een gezond buikgevoel en een gezonde angst had en daardoor nee zei. Als ik dat met meer kennis had gedaan, dan had ik toch ja gezegd. Maar op dat moment kon ik dat niet. Dus je kiest ook op basis van de context, de plek, de context en van wat je op dat moment weet. En maar nee zeggen kan jou even sterk maken als altijd ja zeggen. Iemand die altijd ja zegt, is een meeloper. Ja, ik kreeg ook ooit de quote van een van mijn eigen coaches, die zei, er zijn twee dingen die je nooit mag hebben in het leven, spijt en schaamte. Want spijt, als je altijd alles beslist met wat je dan weet en waar je dan achter staat, ja, dan heeft het weinig zin om ooit spijt te hebben. Ja, dat klopt. Helemaal waar. Ja. Oké, nog één afsluiter misschien, want ik zou kunnen blijven praten natuurlijk. Mijn doelgroep zijn vooral ondernemers met heel vaak solo-ondernemers eigenlijk. Of ze hebben een klein team, of ze hebben meerdere bedrijven. En dan is het ook moeilijk voor hen om te kiezen van hoe ga ik mij gaan profileren. Maar goed, een personal brand is veel ruimer dan wat je professioneel allemaal doet, volgens mij. Wat zou voor mensen die willen starten met personal branding jouw belangrijkste tips zijn? Wat is het eerste dat ze zouden moeten doen? Ja, het cliché, hè. Begin te schrijven op LinkedIn. Ik denk dat dat de interessantste plek is om te zijn als je begint. Is dat altijd de eerste plek waar je moet zijn als je aan een personal brand werkt? Nee, want het kan zijn dat jij al een gekend spreker bent, bijvoorbeeld. Niettemin is jouw visie op een andere plek, op een platform als LinkedIn gaan uiteenzetten, is dat ontzettend belangrijk. Mm-hmm. En je kan daar veel experimenteren. Dus vooraleer je aan dat boek begint, vooraleer je aan een heel groot werk begint of een keynote begint, is experimenteren op LinkedIn een heel goede broedplek. Mm-hmm. Ja, en dan zie je ook wat er werkt, wat er impact maakt, wat niet. Kan je zo gaan bijsturen. Ja, plus je ontwikkelt ook een netwerk en enfin, je kan daar veel dingen mee gaan uittesten en contacten gaan leggen. Dus dat is een hele goede plek. Ik vind zelfs dat mensen veel te snel beginnen met denken aan het schrijven van een boek, terwijl ze eigenlijk nog geen blogpost hebben geschreven. Maar er is al wel een boek in zich. En ik denk van, als ik met zo'n mensen werk, dan zeg ik, oké, nee, je gaat
eerst blogposts of LinkedIn en daarin alles laten, dat je de craft onder de knie krijgt, dat je het onder de vingers krijgt van waarover dat je het wilt hebben. En van daaruit ga je dan werken aan een groter, aan een groter werk, zoals een boek. Maar ja, een boek, dat is zo... Dat is zo'n bucketlist ding, ja, hè? Fancy. Ja. Ja. Dankjewel, Janka, voor jouw tijd. Als mensen met jou in contact willen komen, wat is de beste manier om jou te bereiken of te vinden? Op LinkedIn, ja, dan uiteraard. Mag je op LinkedIn, uiteraard. Gewoon hashtag, wat is het nu? Ja, hashtag Janka Vleerakkers. Of je gaat naar de website, dat is iankavleerakkers.com/hello. En okay. Dan kom je op een pagina terecht waar ik je verder de weg wijs. Okay, ik zal de link toevoegen in de beschrijving bij de video en de podcast. Dank je wel. Ik wens jou heel veel succes met de verdere uitbouw van wat je nu aan het doen bent. Ik volg je heel graag verder op LinkedIn. En ik laat me ook heel graag verder inspireren door jou. Dus dikke merci. Dank je wel. Insgelijks. Dag, Febe. Dag.